NOS op 3. Hi, mijn naam is Emma en vanaf vandaag starten we met het NOS Eindexamenjournaal van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. 14 mei is het zover. Dit is de dag waar we met z'n allen keihard naartoe hebben gewerkt. Op deze dag zullen alle HAVO en VWO kandidaten aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen deelnemen. Maar we hebben nog een maand te gaan. Een maand vol stress en spanning. Ik vraag me af, hoe gaan de leerlingen met deze stress om? En zijn ze al begonnen met leren? Om dit uit te zoeken heb ik een aantal leerlingen van de CSW van de Perre gevraagd hoe zij deze laatste weken ervaren. Hoe zijn jouw essays gegaan vorige week? Vorige week niet zo goed. Niet zo goed? Nee, niet zo goed. Heb je herkansingen? Ja, 2. 2? Ga je die halen, denk je? Ja. Okay. Ik sta geen onvoldoende, dus dat is wel. Ja, ging wel. Ietsje beter dan verwacht zelfs. Ja? Het was... Ik wist zelf niet zo goed wat ik moest verwachten, omdat het natuurlijk de laatste essays waren om af te sluiten. Maar ik denk, als ik er zo naar terugkijk, ben ik wel tevreden over. Ja. Ja, op zich wel goed. En bij jou? Op zich wel redelijk, een paar wat minder, maar ja, kan gebeuren. Al een beetje voldoendes terug? Yes, meestal wel. Allemaal voldoende. Ja, mooi. Oh, dat is hartstikke mooi. Ben je al begonnen met leren voor je centraal schrift? Ik ga deze week beginnen. Mooi, dat is een goed vooruitzicht. Ja, dat gaat op zich wel, ja. Nee, in principe nog niet. Ik denk dat dat de laatste week wel zal gebeuren. En bij jou? Ik herken hetzelfde, ja. Denk je dat je gaat slagen? Ja, denk het wel. Ja? Dus gewoon als ik een beetje goed leren, een beetje goed werken, dan komt het wel goed. Omdat er de laatste essays zijn, waarmee je dus de stof echt afsluit, heeft het me wel een beetje zelfvertrouwen gegeven dat ik het wel eigenlijk wel voldoende heb afgerond. Dus dat geeft me wel wat zelfvertrouwen voor het eindexamen, maar hartstikke blijft toch wel lastig. Hartstikke mooi. Ja, sowieso, het moet lukken. Ja, en jij? Bij mij ook. Ik weet wel wat ik volgend jaar wil gaan doen, dus. Oh, weet je het al? Wat ga je doen volgend jaar? Nou, ik blijf gewoon op de HZ hier in Zeeland, maar ik denk dat ik wel weet welke richting. Okay, hartstikke leuk. En wat ga jij doen? Ik doe auditie voor de Rock Academy in Tilburg. Dus, muzikaal talent? Men zegt van wel. Nice. Heel veel succes, jongens. Dankjewel. Dankjewel. Inderdaad. Ja, hopen. Ik denk het wel. Ja. Ja? Ja. Nou, dat was het dan weer. Ik ben hartstikke benieuwd of iedereen gaat slagen en of ik zelf ook een van de gelukkigen mag zijn. Nou, tot ziens!